In Deventer is er nu ook een taaldigipunt. Deze is gevestigd in de Centrumbibliotheek en werd vanmiddag geopend door wethouder Jan-Jaap Kolkman. Een taaldigipunt is een herkenbare plek voor laaggeletterden en vrijwilligers rond taal. Het is voor iedereen toegankelijk die beter wil leren lezen en schrijven of taalvrijwilliger wil worden. Bij een taaldigipunt is een overzicht van het taalaanbod in de buurt. En kan er daarnaast advies ingewonnen worden over een passende leerroute. In ons land hebben zo'n 1,5 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar grote moeite met lezen en schrijven. Met het herkenbare fysieke taaldigipunt wordt geprobeerd om laaggeletterden nog meer te helpen.